Woensdag bij Veronica om 8:30 Moonlighting. Maddie en David hebben 3 dagen de tijd om een huurmoordenaar op te sporen. Die is ingehuurd door het toekomstige slachtoffer zelf. Na een update van de actualiteiten in Nieuwslijn om 9:50 een Veronica Film Special over de nieuwe Nederlandse speelfilm Hondenponnetje van regisseur Ruud van Hemert. En we besluiten met de speelfilm Right to Kill. Het waar gebeurde verhaal over een vader die zijn kinderen mishandelt en op een dag voor de ogen van zijn vrouw wordt doodgeschoten door zijn zoon. Woensdag op dit net bij Veronica. Soep is lekker, hè? En er zijn nu ook nieuwe smaken beter gevulde kappensoep. Zoals tomatengroentesoep met knapperige croutons en... Hé, hey, soepballetjes. Of die vorstelijke koninginnensoep. En? Lekker croutons. Iedereen vindt nu zijn favoriete smaak kappensoep. Lekker. Niemand maakt soep, soep in een kop, zoals Royco, kappensoep. Precies. Sylvie Blanc, qu'est-ce qui vous a marqué cette année? Moi? C'est vite. Vite? Ça fait des jambes si douces. Tenez, touchez. Pardon? Toucher, c'est très étonnant. En effet. Vite. Je moet het voelen om het te geloven. Morgen is het Vaderdag. Vaderdag. Heeft niets in de gaten, moet je hem nou zien zitten. Het beste is dat je er gewoon niet over praat. Ze geven er toch niks om. Bovendien, voor hem is het elke dag Vaderdag. Biertje, schat. Ja, lekker. Zeg, weet je dat morgen Vaderdag is? Vaderdag? Goh. Uit de benauwd.